Mijn naam is Albert Bos. Ik ben directeur van STC TNC, Training Consultancy. Ik ben René Rotmans en ik werk bij het havenbedrijf Rotterdam. Daar doe ik alles op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs in het havenindustriecomplex in Rotterdam. Digitalisering heeft enorme impact op de haven en werk in de haven. Als we kijken naar digitalisering, dan is het heel belangrijk om om- en bijscholingsmogelijkheden beschikbaar te stellen voor het personeel wat momenteel in de haven werkt, maar ook voor scholieren en studenten die willen werken. De toekomst verandert snel, techniek verandert snel. Dat betekent ook dat de banen snel veranderen en daar moeten we op inspelen. Dus gaan wij hier niet bijvoorbeeld een fully automated terminal neerzetten, dan doet Antwerpen het wel. Dus dat betekent ook dat we andere beroepen daarvoor moeten creëren en als STC daarin mee moeten gaan. We kunnen denken aan zelfsturende schepen, maar ook slimme sensoren en kademuren. En mensen weten dat momenteel niet zo goed. Dus veel opleidingen die leiden nog op voor operator, voor engineer. Maar die nog heel erg ook wel dat praktische aspect van de haven in de opleiding hebben. Waar de IT-aspecten vaak nog missen. En daarvoor is de IT-campus zo belangrijk. Ja, ondanks wij in Rotterdam afgesproken hebben wie welke beroepsgroep onder zijn hoede neemt, qua opleidingen dan, is het toch belangrijk dat we samenwerken. En samenwerken bijvoorbeeld met de IT-campus is van heel groot belang. Want vaak de techniek die wij dan op dat moment niet hebben, heeft de IT-campus wel. En dat kun je samenvoegen en samen weer verder gaan en van te kunnen leren om wel klaar te zijn voor de toekomst, voor de nieuwe banen die nodig zijn in de haven. Daarnaast vinden we het als havenbedrijf Rotterdam belangrijk dat huidige medewerkers, zo ook mensen die momenteel geen werk hebben, maar via omscholing en bijscholingstrajecten willen werken aan de digitale haven van de toekomst. We kijken inderdaad dus niet alleen naar jongeren, maar we kijken ook naar de mensen die in de huidige arbeidsmarkt actief zijn. Het zijn mensen die zich graag om willen scholen. Nou, dan kunnen wij een assessment maken en wat die persoon dan nodig heeft om bijvoorbeeld in de haven een baan te vinden. In de haven zijn we altijd op zoek naar talentvolle en enthousiaste medewerkers. Wij zorgen er daarom voor dat iedereen welkom is om te werken in deze en de toekomstige haven van Rotterdam. Meer weten over het om- of bijscholen van personeel op digitaal gebied? Of wil je meer weten over meer en beter IT-talent voor jouw organisatie? Neem contact met ons op of kijk op nextmaritimeprofessional.nl.